Geen sporter is onschuldig. En daar treedt bureau Sport tegenop. Vandaag, in de verhoorwagen. Spreek ik met meneer De Haan, meneer Foppe de Haan? Ja, dat klopt. U was jarenlang trainer van Heerenveen en zodoende in het bezit van het record van langstzittende trainer bij dezelfde club in het Nederlands voetbal. U werd Europees kampioen met Jong Oranje in 2006. En 2007. U bent natuurlijk adviseur van de Leeuwinnen, het Nederlands dameself dat het zich voorbereidt op het EK. En u bent een lijstduwer voor de Partij van Arbeid. Ja, klopt allemaal. Een opmerkelijke carrière move vonden wij dat. Ja, dat is eerst ook. Ja. Meneer De Haan, u bent een linkse man. Heeft u niet het idee dat u in het verkeerde team speelt? Nee, dat idee heb ik niet. Nee, ik voel me daar wel bij op mijn plek. Ja, maar er zijn andere linkse teams die het misschien beter doen op het moment. Ja, goed jongen, maar je kiest omdat je ergens voor kiest omdat je met de ideeën wel grotendeels eens bent. En het heeft ook met traditie te maken. Hè. Ik kom uit een rood nest en nou, ik vind dat je daar ook niet zomaar wegloopt. De Partij van de Arbeid staat er op dit moment beroerd voor in de peilingen. Ja. Als u dat dan ziet, schiet u dan wel eens vol? Nee. Nee, ik vind het wel jammer. Maar het is niet zo. Ik vind ook dat dat bij het politieke leven hoort. Meneer De Haan, kunt u... U was een succesvol trainer, bent u nog steeds. Kunt u het tij nog keren? Ik niet. Dat denk ik niet. Ik werd gisteren gebeld door iemand die zei van... nou, je moet nog even vertellen over wat de Partij van Arbeid vroeger voor jullie thuis betekende. En zo, nou ja, ik zei dat volgens mij werkt dat niet. En bovendien is dat mijn rol ook niet. Dus het gaat nou om Asscher en Dijsselbloem, maar die moet het laten zien. Meneer De Haan, als wij de Partij van de Arbeid vergelijken met een voetbalelftal... welke politicus zou dan nu op dit moment beter gewisseld kunnen worden... zo'n 5 dagen voor de verkiezing? Bent u er nog aan? Daar heb ik geen idee van. Het was wel leuk, ik heb met Asscher gevoetbald met die kinderen... en toen vroegen ze van een journalist van, zou je hem in de spits zetten? Ik zei, nee, ik zou hem op de bank zetten. Maar dat is niet goed genoeg om als voetballer. Dus dat hebben ze later ook nog misbruikt. Want zo gaat het altijd. Ze denken, moet voorzichtig zijn. Maar nee, volgens mij moet je op het laatste moment ook niet wisselen. Volgens mij moet je gewoon doorzetten. Maar als ik u goed begrijp, voetbalt meneer Asscher dus net zo goed als hij campagne voert? Ja, ja, hij zou best wel een beetje meer van zich af kunnen bijten. En ook wel veel duidelijker zeggen van wat je vindt en wat je wil. En best wel nu dan ook een keer toch wat emotioneel worden. Maar hij blijft een beetje een regeerder, zou je kunnen zeggen. Hè? Iets te veel op afstand. Uw lach zegt veel, meneer De Haan. We hebben het idee dat de Partij van de Arbeid degradatiecampagne speelt. Begrijpt u wat wij bedoelen? Nou, zo beleven ik wel. Ze hoeven de nacompetitie niet te halen. Maar meneer Asscher geeft aan hoe dan ook te willen blijven. Dat voelt voor ons toch een beetje alsof de trainer van FC Barcelona degradeert... naar de horeca-competitie van Lorette Mar. En dan zegt, ik wil toch gewoon trainer blijven. Nou. Moedig voorwaarts. Meneer De Haan, dank u voor uw tijd. We kijken met spanning uit naar woensdag 15 maart. We wensen u het allerbeste, maar onthoud één ding. We houden u en de Partij van de Arbeid in de gaten. Oké, is goed. Prima.